De storing aan de parkeerautomaten in Rotterdam is verholpen. Rond de jaarwisseling werden de automaten traditiegetrouw buiten gebruik gesteld om vandalisme te voorkomen. Op nieuwjaarsdag was het de bedoeling dat de machines weer aan de praat gebracht werden, maar door een overbelast computernetwerk rond oud en nieuw lukte dat een poos niet. Een nog onbekende man is zaterdagavond in Rotterdam-Noord getroffen door een politiekogel. Rond 10:30 kreeg de politie een melding dat er een verwarde man rondliep die volgens getuigen een vuurwapen bij zich had. Agenten confronteerden de man op de Prinses Irenebrug, maar hij reageerde niet op aanroepen en waarschuwingsschoten, waarop de politie besloot gericht te schieten. Door een brand in een pizzeria aan de Uitweg in Rotterdam-Noord zijn de bewoners van 6 portiekwoningen zaterdagnacht door de brandweer enige tijd naar buiten gestuurd. Het vuur was snel geblust, maar niet iedereen kon daarna weer naar huis. Zeker 1 woning was zwaar beschadigd door de brand. De politie onderzoekt of het vuur is aangestoken. In de regio Zuid-Holland-Zuid hebben zich na de chemiebrand in Moerdijk van woensdag tientallen mensen gemeld met klachten en vragen over hun gezondheid. Bij de GGD en de huisartsen kwamen ongeveer 40 klachten binnen. Ook 8 hulpverleners hebben medische hulp gezocht. Het informatienummer 0800 1351 is de afgelopen dagen door enkele honderden mensen gebeld.